Welke Pokémon intro doen? Weet je hoeveel er zijn? Ja, kom op. De enige echte. I wanna be the... Ja, die. Dat zei je net ook zelf al. Oké. Okay. Ben je klaar? Ja. Okay. Wacht. Meer emotie, meer gevoel. I wanna be the very best. Like no one ever was. Catch them is my request. To train them is my choice. Fout. Ja, ik wist het. Het is echt slecht. Yo, what's up mensen, welkom bij een nieuwe video op Banjotown. Vandaag samen met Jordy gaan we verder met Pixelmon zonder Rick, want Rick, Rick is wel gameplay aan het nemen. Ja, precies, daar komt het neer. Ja, daar komt het op neer. Dus ondertussen was Jordy heel erg lang AFK, althans soort van AFK, want hij was bezig met zijn fucking webcam instellen. Ja. Het ziet er nu nog steeds niet uit. Nee, klopt. Nee, ik heb een nieuwe camera, man. Het is fucking mooie kwaliteit, dat zeg jij. Ja, maar voilà. Kijk, ondertussen heb ik gewoon al die dingen hier kunnen plaatsen in de tussentijd, terwijl die weg was. Zo. Ik zie groene wiet, ik zie homo-kleurde wiet. Homo-kleurde wiet. What the fuck, waarom is dit homo-kleur? Het is gewoon roze. Het is roze. Gast, weet je hoe fucking roze is. Niet erop lopen, ga je dood. Nee. 5, 4, 3, 2. Oh, je wordt nog niet gekikt. Ja, daar ga je. Ik wist het. Kut, je hebt gelijk. Als je daar oploopt, dan word je gekikt door de server. Wat is dit shit? Oh, nu sta ik er nog steeds op. Oké, dus jij moet zeg maar die dingen nu gaan oppakken. Ik ga ze zeg maar eraf halen. Jij moet ze oppakken, want ik wil niet het IP laten zien in de video. Waarom zou je het IP laten zien? Nee, als ik zeg maar eruit ga, als ik nu gekikt word als ik erboven loop, dan laat ik per ongeluk het IP zien, zeg maar. Dan knip je dat toch lekker eruit. Ja, maar dat ga ik niet doen, dat is moeite. Dus godverdomme, nu moet ik oplopen. Ah, ja, jij snel! Jij moet alles pakken. Ik haal het eraf, jij moet alles pakken. Ah, snel! Sowieso, ik werd gewoon gekikt weer. Ja, je moet die witte ook pakken daar, zo. Daar kom ik niet bij. Met rechtermuisknop kan je die oppakken. En dan lig je ook nog wat blauw voor je. Zo, die witte zijn belangrijk. Rechtermuisknop en die groene. Okay. Allemaal, pak ze, Yuri. Op de onderkant, toch? Gotta catch them all. Nee, gewoon de bovenop. Gotta catch them all, Pokémon. Oké, ja, goed zo. Alles, die witte nog, geen nog één witte. Heel belangrijk. Ja, ik moet toch eventjes steeds schoon voeten houden. Oké, moet er ook vanaf. Dit is echt kut. We gaan het volgende keer uitzetten, als we op gaan nemen. Oh my god, I'm in a fight. Oh my god, I'm gonna fight. Oh, nu word je gekikt. screw this game. Fuck this game. What the fuck, nu heb ik opeens... Hè? What the fuck, mijn poppetje is weg. Ik kijk uit first person view. What the fuck? Wat? Mijn game is gebukt. Ik zie zeg maar alleen... Ik ben hier gewoon camera als het ware. Ik zie echt helemaal niks. Ik zie gewoon alleen jou. Ik zie alleen het beeld. Oh, damn. Oh, ik zie nu mijn poppetje wel. Maar ik zie dus niet mijn scherm. Ik ben gewoon helemaal gebukt of zo. Wacht, ik moet even denken. Disconnecten, spel afsluiten. En dan opstarten. Wat zeg je? Begint goed dit. Ja, dat is Banjotown style, weet je. Ondertussen zijn er weer allemaal nieuwe dingen bijgekomen. Ik moest het zo zeggen. Style. We zijn hier gewoon de hele tijd bezig om fucking pokeballs te maken. Jullie willen niet weten hoe moeilijk het is om een pokebal te maken. Is lekker, man. Lekker. Maar dit smaakt zeg maar naar Bacardi gewoon. Dat is het gekke. En? Doet hij het? Ja, doet het. Oké. Pak even die witte daarboven en dan zijn die roze. Oh, het is zelf wit. Wat? Die roze. Die is de roze. Pak gewoon mijn kleur. What the fuck? Ik lek opeens. Lek ik? Ja, nee. Nee, ik heb clean up. Weet je, gewoon. Nee, die gaat goed. Is toch mooi? Is toch mooi? Is verder mooi. Oké, laten we naar binnen toe gaan. Jury, wij gaan. Mijn hond zit hier binnen en ik heb de deur gedaan. Nu kijkt hij echt zo naar de deur zo van. Can I ask out, please? Nee, Bibi mag niet. We gaan naar binnen toe. Wie? Mag niet eruit. Mijn hond, Bibi. Wie? Wat? Bibi. Bibi, dat is wel leuk. Soms zeg ik dan wel zo van Bibi. En dan zeg ik zo van Bibi, kom maar binnen. En zo van Bibi, zit. En Bibi, lig. En Bibi, dood. En dan gaan mensen me raar aankijken, want denken ze, what the fuck? Ja, klein meisje aan het verkrachten of zo. Ja, precies. Klein meisje in je kelder gaan, Bibi. Oké, wat we nu moeten doen. Het is echt heel erg kut, maar je kan nu nog geen pokeballs maken. Ik heb zelf al pokeballs gemaakt. Ik kan ze volgens mij helemaal niks mee doen. Oh, kan ze wel gooien, kut. Oké, dus... We moeten ze gaan koken. Ja, als we nu even alles... Oh, je hebt een liefste. Wat zeg jij nou weer? Je moet pokeballs gaan koken? Nee, pokeballs. We gaan de pokeballs koken. We gaan pokeballs koken? Koken, pokeballs koken. Ja, koken. Dus we hebben nu allemaal van die dingen opgepakt. We hebben red apple met Jordy, koken met Jordy. Wat koken we vandaag? Vandaag koken we pokeballs. Oké, dus... wat je wilt doen, is je wil allereerst gewoon deze maar... Doe jij maar wat. Hier, alsjeblieft, die red apple. Ik ben even aan het... Ding, ding, ding. Dat ben je aan het doen. Dat hoort toch altijd zo'n muziek bij, inderdaad? Ding, 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 ding. Oké, die... Stil. Wat? Ik hoor een Pokémon. Een Darkstone of zo. Nee, joh. Drowsy. Oké. Ik hoor ook allemaal... Gooi je red apple hierin. Hier? Ja, deze furnace? Ja, die.
I put them in. They be like, okay. They be like burning. And then you get this one. Deze drie. Hoppatee. Gewoon heel, heel. Dit is een snelkook furnace. Je hebt ze. Nee. Jawel, ik heb ze aan je gegeven. Langzaam. Je hebt, kijk je inventaris. Ja, nu heb ik een snelkook erin gedaan, of niet? Dan moet ik het niet hebben. Nee, ja, wat doe je nou? Nee, die heb je in je inventaris zitten. Die heb ik net aan je gegeven. Ja, weet ik. Oké, ik heb het door. Oké. Dus, ga naar je crafting table. Die staat hier. Hier staat de crafting table. Crafting table? En dan doe je er drie naast elkaar. Ja, dan krijg ik een dingetje. Ja, een pokeball ding. Laat maar even zien aan de kijker. Zo, en zo, dan doen we er zo van, hey, wat heb ik nu? Ja, maar waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom doe jij dat niet gewoon? Dan nee, maar dat is leuker. Oké. Kijk naar mijn minion en dan kijk naar dit. Oh, het is de bovenkant van zoom een pokeball. Zoom in, zoom uit. What the fuck? Wat is dit? Ga weg. Oké, dan... Yo, pokeball. Hij doet niet. Dan doe je hetzelfde met de iron ingot en dan krijg je iron discs. En die heb ik nu zelf gemaakt. Oké, goed zo. Je legt hem erop. Ja, je legt ze erop. En dan heb je hier een hamer, een iron hammer. Nee, je pakt die iron hammer. Oh, godverdomme. Pak die iron hammer. Ik snap het niet. Dan leg ze erop. Je hebt ze erop gelegd, oké? Ja. Die ijzeren hamer pak je nu in je handen. Ja. Ach, ik pak ze niet in mijn handen. Wacht. Eerst. Wat heeft hij? Dus dat hoort heel erg bij de kookshow, zeg maar. Dat je inzoomt zo. Oké. En dan ga je met linkermuisknop gewoon de hele tijd blijven slaan. Ingedrukt houden. Nee, linkermuisknop. Dat was slecht. Oké, ik zet er eentje erop. Oké. Nee. Oké. Ik ga niet slaan. Oké. 3, 2, 1. Auw. Ingedrukt houden, zeg ik. Ja, bijna. Nee, ik heb weer rechtermuisknop gedaan. Godverdomme, Juri. Nog een keer. Jij hebt ze. Oh, heb ik ze? Ja. Oké, ingedrukt houden. Oké, there we go. Oh mijn god, hij zakt. Maar lekker door. En op een gegeven moment zakt hij niet meer. Dan moet je met rechtermuisknop hem eraf halen. Zo? En dan krijg je een ander, krijg je als goed dan heb je een bal lid. Ja, ik snap het. Oké, dan moet je nu even 5 keer doen. Nee, nog 4 keer. Oh, ook goed. Ja, dat is ook goed. Ondertussen ga ik nog even extra dingen in de kookpot stoppen. De kookpot van Jordi. De kookpot van Jordi, de kookpot van Jordi. Halalalalalala. En met al die verschillende epicorns kan je dus ook allemaal verschillende pokeballs maken. Ja, dat heb ik. Oh, best wel chill dat je zo echt zo'n crafting system voor hebt. Ja, daar heb je dus zijn eigen crafting system voor. Dat is wel tof. Ook dat er soort van dynamiek in zit, dat heb je helemaal niet in Minecraft zelf. Toch? Ja, of als nee, dat klopt. Ik heb nog nooit een ingot gebruikt eigenlijk in Minecraft. Ze weten ook niet hoe het precies werkt. Ik moest juist iemand aan mijn kamer sturen, dus hopelijk zien jullie dat niet op de webcam. Wat zeg je? Ik moest juist iemand aan mijn kamer sturen op de webcam. Zie je mij op een gegeven moment zo, nee! Oh, dan ga ik nu ook eventjes iets doen. Wat gaat nu piepen? Geef de hamer! Oh my god, die hamer! Dankjewel. Ik heb nog 2 hartjes, als je me nog 1 keer slaat, dan ben ik dood. Ben zo terug. Oké, dus wat we nu gaan doen is, we plaatsen de iron disc op de anvil. En dan gaan we weer precies hetzelfde doen als wat Jury net deed met die rode shizzle. En dan zorgen we dat die klaar zijn op het einde, hebben ze eraf. En dan op een gegeven moment hebben we 5 pokeball lids en 5 van die witte dingen. En dan, als het goed is, kunnen we pokeballs maken, Jordi. Ja, wat vind je van de nieuwe layout, Jordi? Welke nieuwe layout? Oh, kut. Nieuwe layout natuurlijk, helemaal vergeten dat we die hebben. Niks heb je hem aanstaan of niet? Ja, ik heb hem aanstaan. Okay, dat is wel een voordeel. Ja, ik had ook die oude layout kunnen gebruiken. En dan kunnen ze zeggen van, hey, we hebben een nieuwe layout. En dan mensen helemaal denken, welke layout? Huh? Is het een nieuwe plaatje of zo? Of is het een nieuwe, weet ik niet. Had je gewoon Barrow echt in het scherm moeten zetten. Ja, of jullie met een sticker op zo, of de nieuwe layout. Ja, precies. Nieuwe layout, dat zie je toch. Oké. We hebben nu de iron base, we hebben de pokeball lids. Oké. En we hebben buttons. Ja. En we hebben buttons. Buttons! Okay. Buttons in het midden. Pokeball lid aan de bovenkant en die iron shizzle aan de onderkant. Doe maar. Op de kant. Sorry! Oké, we moeten echt iets voor jou. We moeten even een bed maken. Why are you beating me like that? Ik hou er gewoon een beetje van, zeg maar. Oh my god, this is de old school pokeball. We got it. We got 5 pokeballs. Ja, ik heb er zelf ook al 5, dus dat is mooi. Dan kunnen we daarmee aan de gang. Ik ga ondertussen even snel wat... Oké, we gaan even onze spawn point zetten, hoor. Als we straks doodgaan, dan wil ik zeg maar hier terugkomen. Hey, because that's gonna happen. Yeah, that's Banjo Town. Alla Banjo Town. Oké, bed. Alsjeblieft, bed. Iedereen even in de bed slapen. Even wachten. Moet ik ook in de bed slapen? Even wachten. Mag. Heb jij de nieuwe parodie van DDG al gezien? Welke? De nieuwe DDG van Waf. Weet je hoe die hond heet? Nee. De hond heet Bardo. Lord. Serieus, dat is geen grapje. Oh, ik weet niet waar je het over hebt, dus... Ik moet het nog wel even kijken, maar dat is... Moet maar kijken naar het nieuwe dingetje van DDG. Hold it fucking Bardo. Oké. Hij wordt niet zwart. Oh ja, zwart. Ja, racist, voilà. Waarom ben je niet zwart? Waarom ben je transparant, hè? Oké.
Oké, okay, we hebben nu 5 fucking pokeballs, Judy. Dus ik denk... Waarom verwachten we? Ik denk, kom eens hier. Gewoon normale pokeballs. Nee, we hebben 5 pokeballs. Wat ik ga doen, is ik ga even andere spullen in die kist doen. Kun je ze gooien, of niet? Ja, kan. Maar als je even al die spullen in de kist doet... Ja, ja. Ik heb een idee, zeg maar, hoe we kunnen respawnen zonder... Alles is hetzelfde respawn. Met volledig health. Alles erin. Alles erin. Alles. Nee, oké. Okay. Alles, ook pokeballs. Hé, wat? Ik heb die Goa die Iron Pickaxe. Ah, nee, niet doen. Niet doen. Yes, you dead. You bitch. Alles erin dus? Ja, alles erin. Ik help je wel. Ik heb alles erin zitten, hoor. Oké. Nou ja, dat wou ik dus doen. En dan zijn we nu weer volledig health. Oh, that's very nice. Ik heb al je pokeballs gestolen. Ja, nigger. Alsjeblieft. Er liep zojuist een fucking Pokémon binnen. Nigger, Rattata? Nee. Ga weg! Die fucking Jori, we hebben een Rattata-invasie. We hebben een rat-invasie. Ik ga hem aanvallen. Doe dat. Ik ga mijn Leafeon binnenkort gewoon verkassen, hoor. Ik heb geen zin in die fucking Leafeon. Wat zeg je? Ik heb geen zin in die fucking Leafeon. Ik vind het een kut-Pokémon. Oh, wat Rattata is gelijk dood. Die zegt niks meer, hoor. Die is helemaal... Nee, die is mooi steun. Nee, helemaal mooi steun, hoor. Is niet, ik is wil gewoon een coole Pokémon zoeken, want het punt is dus, Yuri... Ik zie Bardo! Ik ben die kant op gelopen. Ik ga op zoek naar Pokémon. Als jij dat ook gewoon hetzelfde gaat doen... Oh, fucking seals hier, man. Maar hoe vang je ze? Gewoon als het goed is in battle gaan, en dan kan je ze verzwakken en dan kan je een Pokéball gooien. Oké, dus het is niet zo dat je zeg maar gewoon als item nu rechte muis komt doet en dat je dat dan vangt. Verdomme, ik heb een Ivysaur gevonden, maar... Kan ik die vangen? Ik zie allemaal van die ghost Pokémons. I'm so afraid of these ghost Pokémons. They give me nightmares. Verdomme kut, Ivysaur. Oké, nou als je een Pokéball gooit, dan ben je die ook gewoon kwijt als die. Oh, Vulpix. Vulpix komt met mij vechten en ik zie opeens Pokémon. Oh, what does the Vulpix say? Vulpix! Oh, dat kan ook, ja. Dat kan dan maar ook. Oh, ja. Dat is wel wat realistisch. Ik ga deze vuur-Pokémon wel vangen, denk ik. Ik bedoel, het is wel goed om een vuur-Pokémon te hebben, weet je. Ik vond ze juist een fucking Ivysaur. Oh, wow, ik heb echt bijna dood. Zeg maar echt 1% nog over. Bag. Pokéballs. Pokéball. Oh, je hebt natuurlijk een Leafeon. Waiting. Oh, hij gooit hem echt. Tum. Heb je nog? Nee, wacht. Hij gaat heel lang door. Godverdomme. Ping! You captured a Vulpix. Oh, fuck yeah, bitches. Oeh, Mareep. Oh, level 10. Lekker dan. Die wil ik wel. Hoe kan ik switchen? Pokémon. Goeiedag. Is mijn Pokémon dood? Hoeveel? Oh, met R. Oh ja. Leafeon, go! Fight! Razor Leaf! Wat ben je aan het praten? Ook niet. Oké, nee, niks. Ik zeg even met mijn vader praten. Ah, die kwam even binnen. Oh, oké. Ja, ik wil even binnen. Wat ben je Mongo aan het schreeuwen? Nee, oké, duidelijk. Ik ga nog eentje vangen, denk ik. Kom hier, Ivysaur. Ik heb nog eentje. Ik heb nog een Pokéball. Ik heb er nog 5. Ding. Ik probeer een beetje diversiteit in mijn team aan te brengen. Ding. Oh, wat is dit? Een schaap. Nee, ik hoef geen schaap. Verdomme kut, Ivysaur. Hoe kan je nou kiezen welke Pokémon je hebt, zeg maar? Hoe bedoel je? Oh, nou, dan kan je volgens mij met de brackets doen, zeg maar, die haakjes. Oh, heb jij een pickaxe meegenomen, of niet? Nee. Oh, ja, gelijk gehad. Oké, chill, super chill. Want ik zie hier zo'n stone, zeg maar, zo'n blaadje, maar goed. Er groeien wel meerdere van die blaadjes aan die bomen, dus dat is niet zo. Ik wil zo'n Drowsy en dan ga ik hem meenemen. Magnemite? Oh, ik wil eigenlijk ook gewoon Magnemite. Ik wil eigenlijk ook al een Pokémon, maar ik wil... Magnemite, go! Fight! Use your quick attack! Godverdomme, er komt een Primate van level 29 op me af. Wat is dit? Oh, it wasn't very effective. Now then we must use Ember. I'm not sure what effective is against... oh my god, fire is very effective against these Pokémon. Wat? Zeg gewoon, wat voor type Pokémon? Wat is het? Het is een Magnemite. Dat is een staal Pokémon. Nee, dat is een elektriciteit Pokémon. Ja, staal en elektriciteit. Elektriciteit! Hey, een Pidgey van de... Ik ga deze gebruiken voor het Pokécenter, dan is hij onze... Stop, kom hier. Hij wordt onze stroomdingetje. Ik heb zojuist al mijn pokeballs misgegooid, dus okay. Ik moet ze weer oprapen. Oké, waarom gooi je ze? Je kan gewoon in battle kan je ze pakken. Ja, maar je kan ze ook uit battle gooien. Dat is veel cooler, Yuri. Ja, ik ben echt een Pokémon master. Waarom? Ik heb een Magnemite. Verdomme, ik wil deze Pidgey hier hebben. Oh my god, ik zie een Ivysaur. Oh my god. Ja, die zag ik net ook, maar die kon ik niet vangen. God. Ik heb hem al 2 keer geprobeerd, maar ik miste 2 keer. Oh my god, ik ga hem nu echt fucking hard vangen. Oh, mijn Vulpix is echt bijna dood, man. Kom hier, fucking Pidgey! Use your Ember. Oh, ik word echt sowieso one-shot nu zo meteen. Waar is die... Oh, hij plant a seed. Nou, lekker dan. En nog een keer Ember. Kom op. I can do this. Pidgey, kom hier.
Ja! Nee! Ik weet het niet! Fuck it, gewoon nu gewoon een Pokeball. Pidgey! Pokeball! Go! Pokeball! See! Pokeball, go! Nee, kut, dat is eruit gegaan. Oh my god. Oh my god. Ah, verdomme, die van mij is er ook uitgegaan. Ah, nee, hij is dood, hij is dood. Ik doe Livrion en dan ga ik tackelen. Pokeball! Oh, wow, oh, mijn fuck, mijn beeld flipte helemaal. Hij begon, oh, what the fuck, mijn beeld gaat helemaal de tering. Mijn beeld flipte me helemaal, man. Ik zie die Pokeball niet eens, dat is irritant. Ik kan niet zien hoe lang het, of hij ook al gevangen heb of wat dan ook. Hoe de fuck kan die er weer uitgaan? Dit is een level 2 Pokémon. Ik kan hem niet eens vangen. Ik heb de Bulbasaur doodgemaakt. De Ivysaur? Weet ik niet. Hij zit wel gelijk level 4 levels omhoog gaan, die van mij. Ik zie een Abra, level 5. Oh, ik kan niet eens een Pidgey van level 2 vangen met een Pokéball. Dit is complete bullshit, man. Oh, ik heb een Abra in de bal gedaan. Oh my god, guys! Ja, vangen. Ik wil een Abra. Ja. Yes, ik heb een Pidgey, eindelijk. Oh nee, fuck, bitch. Oh, ging eruit. Ik heb eindelijk een fucking Pidgey van level 2 gevangen. Oh nice, dat is wel vet. De reden waarom ik een Pidgey wil, is dat wou ik net vertellen. Maar je kan dus op verschillende types Pokémon, kan je dus zeg maar... Vliegen! Ja, vliegen. En je kan zeg maar ook niet alleen vliegen, maar je kan zeg maar ook... Ik wilde zo graag een Bulbasaur. Waar is het nou, Juri? Ik ben een verhaaltje aan het vertellen. Heel belangrijk verhaaltje. Mijn pack. Oké. Heel belangrijk verhaaltje zit, Juri. Oké, zeg maar. Oké, nou dan wil ik het niet meer zeggen. Oké. Weet je, ga dan maar gewoon dood, Jordi. Hou je bek. What the fuck? Hè? What the fuck? Je weet zelf van what the fuck. Hou je mond, man. Ik wil die Epicorn pakken. Doe ik met mijn Pokémon mijn hand richt de muisknop, is die Pokémon weg. Godverdomme. Pakverdorie, dames en heren. Het is weer een normale dag in het leven van de Banjo-towners. En vandaag gaan we een Pokémon spelen. En ja, het is eigenlijk zoals we zien, de koningin van de Hollande Nederlandse Staten. Ken je die man? Weet je wel, die vroeg op de tv? Ja, die al die gewoon dan die stemmen deed, zeg maar. En we zien momenteel dat het leven van de koningin echt niet meer mee zit. We zien dat Jori met zijn Pokéballs terugloopt naar het Pokémon Center. En Jori is eigenlijk gewoon zoek. Is niet meer terug te vinden. Nee, maar daar hebben we Neervins. Neervins is een zeer ingewikkelde Pokémon-meester. Ja, Pokémon. Ik ben de grootste Pokémon-meester. I'm gonna catch them all. Pokémon! Ik heb één Pokémon gevangen van level 2. Wat heb jij gevangen? Ik ga vaker whisky drinken tijdens opname. ik heb een Vulpix gevangen en ik heb een Magnemite gevangen. Allebei level 10. Oh, nice. Ik kon niet eens een Pidgey van level 2 vangen, dus ik ben blij dat ik tenminste eentje heb. Ja, maar ik had die Bulbasaur echt gewoon bijna gevangen ook nog. Ja, alleen... ik ook dus, maar... Mijn tackle was gewoon critical, dus daarom was hij dood. Dat zag ik kut, anders had ik echt goed te pakken kregen. Ja, volgens mij kan je die niet eens vangen met normale pokeballs. Maar heb je echt wat sterkere pokeballs vandaag. Nee, je moet dan zeg maar net geluk hebben dat hij echt bijna dood is gewoon. Ja, dat had ik... Bij mij zat hij dus op geel. En toen gooide ik dus een pokebal, maar het ging dus niet. True story, bro. It's a true story. True story. Oké, hoe lang zijn we aan het opnemen? Weet ik niet. Okay. 20 minuten. 20 minuten. Ik vind het wel een goede episode. Een eind breiden. We gaan de eind eraan breiden. Mag ik je doen? Oh, heb jij breistokjes dan bij je? Nou, kindertjes, het was weer een fijne aflevering met jullie allemaal. Ik wens jullie een fijne avond en doe de groet aan uw moeders. En dan zien we u volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van dit katholieke christelijke Pixelmon. Ali. Tot dan. De kater.